Fotoelektrisch effect. Foto, licht, elektrisch, elektron. We gaan van start. We beginnen met het elektron. Het elektron die neemt de energie op en daardoor gaat hij bewegen. Hij krijgt kinetische energie. Waar krijgt die energie vandaan? Van licht. Licht bevat fotonen en ieder foton die heeft een bepaalde energie en des te berekenen met, heb je eerder gehad, energie is h keer f, h constante van Planck, en f de frequentie van het licht. Dus het elektron wordt beschenen en daardoor krijgt hij energie. Maar de energie krijgt hij dus eigenlijk van het foton. En een elektron, die krijgt de energie per foton. Dus maakt niets uit hoeveel fotonen er zijn. Hij krijgt iedere keer de energie van één foton. En dat heeft consequenties. Namelijk, stel je voor, je hebt het elektron en het zit in een metaal. In het metaal kan het vrij bewegen, maar hij kan het niet uitspringen. Hij wordt vastgebonden door het metaal. Dus om het te laten ontsnappen heb je energie nodig. Goed, we kijken eventjes waar die energie vandaan komt en we nemen eerst eens rood licht. Hieronder zie je hoeveel energie het is. En je breekt met h keer f, constante van Planck, frequentie, en dan krijg je in joules, maar heel vaak wordt het omgerekend naar elektronvolt. 1 elektronvolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joules. Oké, rood licht. Dus lamp aan. Het gaat natuurlijk niet om de straallicht, om de bundellicht. Het gaat om de fotonen die erin zitten. Het elektron die krijgt de energie van één foton. En je ziet net niet, hè? Hij krijgt wel energie, maar niet genoeg om het los te maken. Dus weet je wat, we voeren de intensiteit wat op. Wat rood en nee, natuurlijk niet. Want het blijft natuurlijk het ene foton. Het ene foton krijgt niet meer energie, omdat er meer rood licht is. Het is en blijft rood. Wil je dus meer energie hebben, dan heb je niet rood licht nodig, maar bijvoorbeeld geel licht. Want geel licht die heeft een hogere frequentie. En dus is ook de energie per foton groter. Oké, geel licht, daar komt het. En daar komt weer een foton aan. En kijk wat er gebeurt. Hij krijgt genoeg energie om los te komen. Maar daarna heeft hij niet genoeg energie over om weg te komen. Hij blijft gewoon daar een beetje zweven. Niet in staat om weg te rennen. We noemen dit de uittree-energie. De uittree-energie is de energie die nodig is om het elektron los te komen. Oké, geel licht laat net los. Als ik nu violet licht neem met nog hogere frequentie, dan zou hij dus loskomen en hij heeft wat over. Dus let op, daar komt het foton weer. Het elektron krijgt energie, heeft wat over en dus kan hij ontsnappen. Oftewel, die extra energie die hij heeft, want hij krijgt 2,82. Hij heeft 2,21 nodig om los te komen. Die 0,61 elektrovolt, die zal je dus in de vorm van kinetische energie overhouden en hij kan dus wegvliegen. Die kinetische energie, die 0,61 elektrovolt, dat is dus gelijk aan de energie die het foton heeft, min de energie die nodig is om los te komen. Die loskomenergie, die heeft dus te maken met de frequentie. De frequentie waarmee je net loskomt is de grensfrequentie. En dat is dus in dit geval bij geel licht die 5,35 keer 10 tot de macht 14 hertz. En de energie die erbij hoort, dat noemen we de uittree-energie. Als je één van deze twee hebt, dan kun je natuurlijk die andere gewoon berekenen. Deze twee die zijn afhankelijk van het materiaal. En die staan natuurlijk weer in het alom geroemde pinas. Kijk, hier hebben we de tabel 24. En voor allerlei verschillende stoffen is gegeven uittree-energie.
de grensfrequentie en zelfs nog de grensgolflengte. Maar als je de energie weet, kun je de frequentie berekenen. En als je frequentie weet, kun je de golflengte berekenen. Dus het is puur luxe dat ze alle drie hier genoemd zijn. Want aan één zou je eigenlijk genoeg hebben. Oké, het foto-elektrisch effect. Waar zie je dat nou? Dit is bijvoorbeeld een weliswaar wat gedateerd, maar dit is een fotocel. Hierin zit dus het metaal. Het kan worden beschenen door licht. En dan krijg je dus dat elektronen los kunnen komen. Goed, dit hier is die fotobuis. Dit is het metaal wat beschenen wordt door licht. En daar kunnen dus elektronen loskomen. Elektronen die worden opgevangen door deze pol. En dan kan er dus zo'n stroompje gaan lopen. En stroom kan worden gemeten met een amperemeter. Dat staat hier. Hier staat de stroomsterkte. En hier staat de spanning die ik tussen de kathode en de anode neerzet. En dan zie je dus hier dat de anode hier, ja, hier staat plus. Dat betekent dus dat hij de elektronen zal aantrekken. Maar ik kan natuurlijk ook hier een negatieve spanning opzetten. Ja, en stel je voor, ik zet er een negatieve spanning op. Dus dat is hier. Ik zet hier een negatieve spanning op. Ja, dan is het leuk en aardig. Dan kan natuurlijk een elektron hier wel vrijkomen. Maar ja, als je dan die kant op gaat en deze hier is negatief, dan worden ze dus weer teruggestoten. En dan zal dus geen enkel elektron kan de oversteek volbrengen. Ja? En ja, dat is natuurlijk, iedere keer krijg ik dat de elektronen worden teruggedrongen totdat er te weinig spanning is om ze tegen te houden. Ja? Dus bij deze spanning hier, ja, dan is de spanning te weinig om een elektron tegen te houden. Dus de energie die door de spanning wordt opgewekt, ja, die is te weinig om de kinetische energie van het elektron teniet te doen. En die spanning, dat wordt de remspanning genoemd. Ja, de remspanning is dus de spanning waarbij nog net alle elektronen worden tegengehouden. Een klein beetje minder spanning en er zullen elektronen zijn die de oversteek wel lukken. Nou, als je dan de spanning nog minder maakt, ja, dan zul je dus nog meer elektronen zien die de oversteek kunnen volbrengen. Ja, en zo gaat het door. Nou ja, door. Het zal een keer ophouden, want op dit moment, ja, zijn alle elektronen die hier vrijkomen, ja, die zijn dan allemaal naar de andere kant toegegaan. Oftewel, ja, ik kan dan de spanning misschien hier nog wel weer, ja, dat ik A nog positiever maak. Maar ja, als er niet meer elektronen zijn, dan zullen er ook niet meer kunnen stromen. Dat betekent dus, ja, dat ik een maximale stroomsterkte heb. Meer is er niet. Ja, en dan krijg je een mooi lijntje. En dit is dan het IU-diagram van een fotocel. Nou, wat denk je wat er gebeurt als ik het licht intenser maak? Ja, denk eens even na, wat gebeurt er met deze diagram? Nou, een hogere intensiteit maakt niks uit voor de energie die in het licht zit. Oftewel, de energie van zo'n elektron blijft ook gelijk. Dat betekent dus dat de remspanning ook gewoon gelijk blijft. Maar meer fotonen betekent dus dat er wel meer elektronen vrijkomen. Oftewel, de maximale stroomsterkte die zal wel groter worden. Ja, dus hogere intensiteit, remspanning blijft gelijk, maar de maximale behaalde stroomsterkte, die wordt hoger. Goed, stel je nu voor, intensiteit verander ik niet, maar ik gebruik een hogere frequentie licht. Wat gebeurt er dan? Ja, denk weer even na. Oké, hogere frequentie, dus krijgt het elektron een hogere energie. Dat betekent dus dat, moet het elektron tegen worden gehouden, ja, dat je een grotere negatieve spanning nodig hebt. Kortom,
Dit is het nieuwe diagram. Ja? De hoge remspanning, maar omdat de intensiteit gelijk blijft, ja, zal dus de maximale stroomsterkte niet veranderen. Goed. Oké, even via een animatie. Ja, dit is de fotobuis. Ja, je ziet dat daar het licht uitkomt. Fotonen vallen op het metaal. En het metaal, ja, die laat de elektronen ontsnappen. Als ik nu de frequentie naar het rode gebied toe doe, dus betekent dus dat de frequentie lager wordt, ja, dan zie je dus dat de energie ook lager wordt. En dat betekent dus dat je niet meer elektronen vrij kunt krijgen. En het maakt niks uit hoe intens ik hem ook maak, want je ziet dus nu komen er meer fotonen vrij. Ja, maar dat maakt voor het aantal elektronen niks uit. Laat ik de frequentie toenemen, ja, dan komen er dus wel weer elektronen vrij, want een hogere frequentie betekent een hogere energie. En je ziet dus inderdaad dat de elektronen een grotere snelheid hebben, hè? Ja, kijk, pats, hij gaat ontzettend snel die kant op. Goed, we doen weer eventjes hem naar een wat lagere frequentie toe. En we gaan eventjes met de spanning bezig. Ja, ik laat de spanning een beetje, ja, en ik maak hem nu een beetje negatief, zodat de elektronen dus, ja, je ziet de elektronen worden tegengehouden. Ja, en bij welke spanning waar de elektronen nu nog tegenhouden? Nou, dus, kijk hier zo, en hij wordt weer teruggestoten, doordat ik dus daar een negatieve spanning op zet. Ja, en eens kijken hoor, ja, even proberen. Ja, kijk, en hij komt nou iets verder. Ja, weer bijna. Ja, ja, kijk, bijna, maar net niet. En ja, nu net wel. Hè. Dus dit is ongeveer de remspanning. Ja, 0,48 ongeveer. Ja, net iets meer. Hè, want ze kunnen nu nog net wel. Je ziet hier dus inderdaad de stroom lopen, maar het is praktisch nul. Dus kun je zeggen, nou, dat is remspanning. 0,49. Goed, oké, frequentie weer eventjes wat in het midden. En wat we nu gaan doen is, we veranderen het materiaal. Het materiaal is nu sodium. En we gaan het veranderen, even een ander metaal. Wat voor materiaal zullen we nemen? Ja, sodium, oké, die hebben we nu. Ah, kijk, dat is wel een mooi, hè? Uranium. Ja, en je ziet, ja, ik verander alleen het materiaal. En er komen geen elektronen meer vrij. Oftewel, bij uranium heb ik blijkbaar meer energie nodig om elektronen los te krijgen. Kijk, en bij deze energie komen pas de elektronen weer vrij. Ja. Goed. Daar gaat het dus om. We hebben licht. En licht kan een golfeigenschap hebben. Want er is interferentie, er is buiging, hebben we vorige keer gezien. Maar het kan ook een deeltjes-eigenschap hebben. En dat is te zien met foto-elektrisch effect. Dus het zijn twee verschillende eigenschappen die licht kan hebben. Het is wel een heel apart fenomeen. Een golf, deeltje. Oké.